Mijn heren, het zij mij vergund u welkom te heten bij de opening van deze 8e zitting van de bijeenkomst voor federaal overleg. Het verheugt mij zeer dat alle deelgebieden hier en de persoon van hun hoogste verantwoordelijke regerings- of bestuursautoriteit vertegenwoordigd zijn. Ik behoef u wel nauwelijks te zeggen dat deze zitting een van de belangrijkste zal kunnen worden in de historie van de BFO. Wij allen zijn zeer verlangend ons aandeel bij te dragen om het conflict, het welk thans reeds jaren Indonesië verscheurt, tot een oplossing te brengen. Het laat zich aanzien dat de komende dagen, wanneer de BFO contact op zal nemen met de Republikeinse regeringsautoriteiten, van beslissende betekenis zullen zijn voor de toekomst van ons land en volk, voor de verhouding waarin wij zullen staan tot Nederland en voor de plaats welke ons volk zal innemen in de rij der volkeren. Met het uitspreken van de hoop dat het Indonesisch conflict thans op zeer korte termijn als geëindigd kan worden beschouwd, open ik deze 8e zitting van de bijeenkomst voor federaal overleg. Op het vliegveld van Bangka arriveert de contactcommissie van het bijzonder federaal overleg voor besprekingen met de republikeinse leiders op het eiland. De missie, die wordt verwelkomd door Dr. Leon Cachet, de resident van Bangka, staat onder leiding van Sultan Hamid II van Pontianak. Langs de bekende Bangkase pepertuinen gaat het dan naar het stadje Muntok, waar de eerste bespreking met de republikeinse autoriteiten zal worden gehouden. De delegatie is gearriveerd op de plaats van bestemming, het logeergebouw van de Bangka Tinwinning. Hier worden de bezoekers verwelkomd door president Sukarno en meester Mohamed Roem, de leider van de republikeinse delegatie. Onmiddellijk daarna nemen de besprekingen een aanvang. Tegen de middag vertrekt het gezelschap naar het hooggelegen hotel op Menumbing, de tijdelijke woning van de republikeinse autoriteiten. Hier worden, te midden van de mooie natuur, de besprekingen verder voortgezet, nu ook in de aanwezigheid van de heer Mohamed Hatta. Kami bangsa Indonesia, semenjak berpuluh-puluh tahun lamanya, bersatu padu dalam perjuangan kemerdekaan, dengan senantiasa berhati teguh, berniat menduduki hak hidup sebagai bangsa yang merdeka berdaulat. Kini dengan barkat dan rahmat Tuhan, telah sampai kepada tingkatan sejarah yang berbahagia dan luhur. Maka demi ini kami menyusun kemerdekaan itu, kami itu, dalam suatu piagam negara yang berbentuk Republik Federasi. Berdasarkan pengakuan ketuhanan yang Maha Esa, pri kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial untuk mewujudkan kebahagiaan kesejahteraan, perdamaian, dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia Merdeka yang berdaulat sempurna. Saudara-saudara, sungguh pun kita telah menandatangani konstitusi ini dan meminta kepada saudara-saudara supaya jangan saudara memberi konstitusi ini kepada pers untuk sementara waktu.
pendidikan untuk kader yang dihajatkan. Tuan Ketua, juga dalam banyak hal yang lain dapat kerjasama itu diminta untuk memperkuat alat-alat perlengkapan pemerintahan RIS. Dalam hal ini, perundingan antar sekutu dalam hal ada ancaman penyerangan terhadap salah satu sekutu atau terhadap kedua-duanya pada bantuan yang diberikan negeri Belanda dalam membangun Angkatan Laut Indonesia, antara lain-lain dengan menyerahkan sejumlah kapal perang kepada Indonesia, baik dengan segera maupun dalam tempo yang pendek, dan pada fasiliteten yang pemerintah Belanda sedia memberikannya dalam sekolah-sekolah latihannya untuk melatih pegawai tentara Indonesia. Penyelesaian soal-soal yang dilakukan oleh panitia tidak selamanya mudah jalannya. Akan tetapi, berkat segala pihak berniat pasti untuk mencari penyelesaian, berkat masing-masing pihak menunjukkan bahwa mereka mengerti akan pendirian dan kesyukuran pihak lain, berkat juga jasa-jasa baik yang diperingati dengan perasaan terima kasih yang kerap kali diberi oleh ENSI, maka hasil ini dapatlah kita peroleh. Dalam menimbang pekerjaan panitia, tidak boleh dilupakan bahwa